Heel veel mensen hebben schouderklachten met uitstralende pijn naar hun arm, in de hand en zelfs met krachtverlies. Ze hebben dan bijvoorbeeld ook tintelingen. En in de meeste gevallen zeggen artsen of specialisten dan, waarschijnlijk zit er iets bekneld in je nek, een nekhernia of artrose. Maar van de 10 mensen die ons in de praktijk binnenkomen, hebben 9 mensen gewoon een andere oorzaak die eenvoudig op te lossen is. Nou, in deze video ga ik precies uitleggen hoe je dus die armklachten kunt oplossen. Kijk even mee. Nou, wat we dus heel vaak zien in de praktijk is dat de spieren in onze schouder, dus dit is de achterkant van de schouder, hier loopt de infraspinatus en dit is de binnenkant van de schouder en hier loopt de subscapularis. En deze spieren, als die overbelast raken door fysieke overbelasting, maar ook door mentale overbelasting, door stressoren, door onderdrukte spanningen, door trauma's in het verleden, dan kan dat weefsel, zeg maar, kan geblokkeerd raken door triggerpoints. En triggerpoints zijn kleine spierknopen die zich ophopen binnen die spiervezel, waardoor er eigenlijk niet genoeg bloed bij de spier kan, niet genoeg energie, waardoor die spier eigenlijk in de kramp blijft zitten. En je ervaart dan als persoon vaak ook pijn op je schouderblad, bijvoorbeeld een zeurende, drukkende pijn. Soms kan dat ook een beetje in de oksel voelen of in je nekspieren. En de oorzaak is dan, zijn de triggerpoints die zorgen voor een zuurstofgebrek in de spieren. En dat zuurstofgebrek kan weer resulteren dus in pijnklachten in de schoudergordel, in die infraspinatus aan de achterkant op de schouderblad, maar ook in de oksel, dus in die subscapularis. Nou, en die spieren, als daar dus actieve triggerpoints in zitten, dan geven ze niet alleen lokale pijn in de schouder, maar ook referred pain. Dus uitstralende pijnklachten naar de hand toe, dat kan aan de achterkant zijn, binnenkant van de arm. Het kunnen tintelingen veroorzaken, maar ook zelfs krachtverlies. En de oplossing is dan eigenlijk heel simpel. Bij een hernia of artrose, dat kunnen we eigenlijk niet wegnemen. Maar van de meeste mensen wil ook helemaal niet zeggen, als daar een hernia zit, dat je daar die klachten van hebt. Dus we moeten in die schouderspieren gaan kijken of daar blokkades zitten, waardoor we de klachten dus weg kunnen nemen. Yes? Dus heel belangrijk, laat onderzoek doen naar de infraspinatus, subscapularis in je schouder. Ga kijken op triggerpoints. Eventueel kunnen we met dry kneeling, met manuele druktechnieken, maar ook middels coaching. Dus door stressfactoren aan te pakken, onderdrukte spanningen, persoonskenmerken kunnen oorzaak zijn, maar ook trauma's, jeugdtrauma's in het verleden of trauma's, fysieke trauma's door een ongeval, door een val op de arm. Yes? Dus heel belangrijk mensen, neem altijd die schouderspieren mee, want anders heb je kans dat je klachten nooit opgelost zullen worden. En dat is jammer, want het is een redelijk eenvoudige therapie om deze armklachten, dus dat krachtverlies, die tintelingen, weg te nemen. Onder deze video staat nog meer waardevolle informatie en dan wil ik je hartelijk danken voor het kijken. Tot de volgende video!